NDP-assembleelid Melvin Bouva heeft de regering gevraagd tijdens een openbare vergadering om opheldering over de ontwikkelingen bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. De politicus heeft ook gevraagd wat er gebeurt met de HPSG-deal om een waterstofcentrale op te zetten in Suriname. Voorzitter, er is veel te doen bij de SLM. De vraag is nu wat er daar gebeurt, voorzitter. Op dit moment zijn er volgens informatie passagiers gestrand in Paramaribo, die weg moeten gaan, in Miami, in Aruba en in Trinidad, voorzitter. Allemaal tasten in het duister over de kosten die ze hebben gemaakt, over wanneer ze kunnen doorvliegen, wat er gaat gebeuren, voorzitter, met de compensatie, wat er gaat gebeuren met de reis. Er is ook daar veel donker en onduidelijkheid. Ik vraag aan de regering hoe de SLM deze passagiers terug tegemoet zal komen en ook de extra kosten. Maar voorzitter, ook de SLM tast in het duister het personeel als het gaat over hun voorzieningen. Daar is er een heleboel onduidelijkheid en onzekerheid ook over, voorzitter. De vraag is ook daar, er worden nieuwe consultants en geweldige mensen aangetrokken om daar sturing aan te geven. Hoe ziet de compensatie eruit? Hoeveel wordt de consultant betaald? Bouva verklapte dat hij zou hebben vernomen dat de recent ingehuurde consultant ten onrechte een hypothecaire lening van het SLM pensioenfonds ter waarde van 300.000 heeft gekregen. De accommodatie bij het bedrijf zou als compensatie moeten dienen, zegt Bouva, en vroeg de regering aandacht om dit vraagstuk na te trekken.